Vroeger. Vroeger werd de toekomst van Brussel bepaald door degene die de sleutel had van de schatkist. Maar dat was vroeger. Vandaag maken we Brussel samen. De verkozenen delen de sleutel met de Brusselaars en geven hen de kans om te beslissen hoe ze een deel van het budget gebruiken. Nieuw, de burgerbegroting. Wat is dat? Dat wil zeggen dat je voor jouw wijk jouw ideeën kan geven om te investeren in de toekomst. Yes! Met plaatsen en ruimtes voor ontmoeting, solidariteit of spel voor iedereen. Groene ruimtes, infrastructuur, mobiliteit. Ideeën zoals deze en nog andere die volgen. Maar opgelet. Om deze ideeën te kunnen uitvoeren, moeten ze uitgroeien tot echte realistische projecten. En dat is wat we samen gaan doen. Ze samen vormgeven. En wanneer de juiste voorwaarden vervuld zijn, kan iedereen op de projecten stemmen. Brussel samen maken. Dat is samen beslissen over de toekomst van jouw wijk. Van onze stad. Thank you.